Ik ben Luc van den Branden, lid van het Comité van de Regio's namens Vlaanderen en was voorheen voorzitter van het Comité van de Regio's. Het budget is van het grootste belang, omdat het niet alleen gaat over cijfers en technieken, maar het gaat over keuzes die we maken. En een budget is een politieke oefening en de politieke benadering is van het grootste belang voor de mensen, omdat het gaat over het geven van antwoorden op hun concrete vragen en daarvoor zijn middelen nodig en te voorzien. De Brexit zal dit voor Vlaanderen en een aantal andere regio's en landen een impact hebben. En daar moeten we bekijken, zoals het altijd het geval is voor een budget, dat de juiste keuzes gemaakt worden voor een toekomstige Unie die we samen willen versterken. Voor ons is natuurlijk erg belangrijk dat de human capital, het menselijk kapitaal, kan versterkt worden. We zijn niet langer in een periode waar het cohesiebeleid eigenlijk Vlaanderen moet mee omhoog trekken. We hebben kunnen genieten in het verleden van heel wat fondsen. We doen dat nu nog, maar in mindere mate. Dus eigenlijk moeten we nu inzetten eigenlijk op niet alleen smart specialization, maar onderzoek, research, versterking van de mensen, maar ook wat vele Vlamingen wensen, maar ook veel Europeanen, dat is dat er uitwisselingen kunnen zijn. Daarom is ook voor ons het Erasmus Plus programma en de verdubbeling van de middelen om jongeren toe te laten mobiliteit in de feiten te kunnen waarmaken en elkaar te kunnen ontmoeten, is van het hoogste belang.